Deze video is in samenwerking met ANWB. Daar gaan we. Stel je voor, je loopt op straat en ineens gebeurt dit. Zou je dan helpen? Waarschijnlijk wel. Maar wat als iemand een lift nodig heeft? Lift. Of als er een jankend kind naast je zit? Help je bij een verkeersongeluk? Of een levensgevaarlijke situatie? Om erachter te komen of we elkaar nog een beetje helpen, geef ik vandaag 1000 euro aan de persoon die het vaakst de hulp schiet. 4 willekeurige papies belanden zogenaamd per toeval in situaties waar ze te hulp kunnen schieten. Als ze helpen, zijn ze door naar de volgende ronde. Als ze niks doen, vallen ze af. Deze mensen weten niet dat ze gefilmd worden, dus dat wordt leuk. De verborgen camera's staan klaar. Tijd voor ronde 1. De wanhopige oma. Dit is het zebrapad waar het om gaat. We gaan hier even kijken of onze lieve oma wordt geholpen. Ja, ik doe het niet meer. Hij doet het niet meer. Oh, vreselijk. Kijk niet duwen of zo? Nee, ja, misschien. Probeer het eens. Wacht even. Ja. Oh, dankjewel. Nee, het is super, toch? Dit was echt perfect. Dit was perfect. Nou, de eerste staat erop. Ze twijfelden geen moment. Nee. Aangezien we toch in dit autootje zitten te wachten, ga ik jullie even vertellen dat deze video wordt gesponsord door de ANWB. Yes! Slogan van de ANWB is: hoe kunnen we helpen? Nou ja. Jongens, deze video gaat alleen maar over helpen. De match is perfect. Hoe de ANWB precies betrokken is bij deze video ga ik jullie straks vertellen. Maar eerst ga ik even opletten, want er komt weer een nieuwe persoon aan. Oh, wat lief van je. Doet hij niet meer? Ja, ik weet het niet. Zal ik hem even duwen op dit moment? Ja, graag. Oh, wacht maar. Oh ja, oh, dankjewel. Ja, dank je. Ja, dit doet hij. Hij twijfelt ook niet. Ik wil even een slow motion zien. Kijk hier. Een daadwerkelijk huppeltje. Hij dacht geen tijd te verliezen. Deze arme vrouw moet geholpen worden. Nou, goed bezig, jongen. Gaat u maar. Omaatje is wel onderweg. Dankjewel. Oeh, we hebben een omstander die ook even te hulp schiet. Ja. Niet zo gek laten maken, mevrouw. Maar gelukkig is onze dame is ook aan het helpen. Nou, wat een top. Zeg bedankt hoor. Ja. Bedankt. Daar. Het is tijd voor ons laatste proefkonijntje. Help. Doet hij het niet, mevrouw? Nee. Ik weet niet wat het is. Oh, dankjewel. Ja, en nu? Ja, misschien. Oh, nou. Dankjewel. Yes! Alle 4 de kandidaten hebben de oma geholpen en zijn dus allemaal door naar ronde 2, de gestolen fiets. Dit is Ludo. Dag meneer. Hallo. Mijn fiets is niet gestolen en ik moet echt... Als je Ludo paniekerig hoort bellen, zou je hem dan een lift aanbieden? Ik heb geen idee wat ik moet doen. Onze 4 kandidaten denken dat ze een gesprek hebben voor een nog geheim tv-programma waar ze aan mee willen doen. Maar dit doen we puur zodat we ze steeds op de juiste plek kunnen krijgen. Ga lekker zitten hoor. En ben jij meer een ochtend- of een avondmens? Ik denk een ochtendmens. Vind jij zelf behulpzaam? Het is mijn leven eigenlijk. Ben jij meer een beetje een teamplayer? Ben jij meer solo? Ik denk dat beide kan zijn. Meedoen is winnen? Zeker. Ik ben bij dat vorige programma ook gepakt. Dan moet je gewoon comeback maken. We hebben er expres voor gezorgd dat alle deelnemers met een auto zijn gekomen. Zodat ze dus een lift kunnen aanbieden. Als ze dat willen natuurlijk. Heb je 1 seconde? Want ik moet een uitrijkaartje voor jou fixen. Ik rij even snel terug. Wacht even. Ja, nou ja, ik snap het ook niet. Ik had hem hier neergezet. Hij staat er nu niet. Dat is een beetje het ding. Ja, ik moet eigenlijk om 14:45 moet ik er zijn. Ja, nee, ja, ik weet niet. Ik ken hier niemand. Ik weet niet. Misschien is hier wel iemand met een auto of zo. Dat zal ik doen. Maar ja, dat vind ik een beetje ongemakkelijk eigenlijk om te vragen. Nou, ik kijk wel even, ja? Oké, dit is het moment. Nu gaat Lulu ophangen. Dus dit zou het moment zijn om naar hem toe te lopen en te zeggen: hey, moet je anders even helpen? Oké, ja. Ja. Oh, ik had net een casting. Ik ga zo meteen met de auto weg. Heb jij een lift nodig? Ja, hoezo? Ja. Maar ik moet heel veel wachten, want iemand gaat mij de poort uitlaten. Hij doet het gewoon. Goed gedaan, Jess. Ja. Ik ging net vragen van het kaartje, maar blijkbaar heb je daar dus helemaal geen kaartje nodig. Okay. Ja, dus ik. Gaan jullie met de auto toevallig? Ja, ik werk hier. Oké, ja, ik moet hier in Hilversum zijn. Het is ongeveer 5 minuten verderop. Maar ik had was met de fiets. Ik kan wel brengen. Ik ben met zo'n... Oh ja, ik vond het heel ongemakkelijk om te vragen namelijk, maar... Nee, ik hoorde wel al bellen, dus ik dacht, ik ga het misschien voorstellen, maar... Oh, dat zou heel fijn zijn. Ja! Yes! Ben jij met de auto? Sorry? Ben jij met de auto? Ja, ik werk hier. Oh, oké. Okay. Nee, ja, oké. Okay. Waar moet je naartoe dan? Het zit daar achter ergens. Het is ongeveer
vijf minuutjes rijden, maar... Ja, dan rijd ik mee. Ja, ik moet sowieso... Oh, ben je met de auto? Ik ben met de auto, ja. Oh, wil je zouden willen doen? Als het vijf minuutjes is. Ja, top. Fantastisch. Geweldig. Surfer dude, I love you. Het blijkt helemaal geen parkeerkaartje daar nodig te hebben. Dus ik loop naar binnen. Ik zeg, ja, hoe zit het nou precies? Dus, moet ik anders zelf niet teruglopen? Nee hoor, ik loop gewoon. De eerste afvaller is bekend, Geraldine. Jammer. Och, wat jammer. Toen we haar achteraf spraken, vertelde ze dat ze niet goed zat op te letten en dat ze Ludo helemaal nooit gehoord had. Anders had ze wel geholpen, zei ze. Maar goed, jammer. Maar gelukkig hebben de andere drie papies wel geholpen en dat betekent dat ze door zijn naar ronde 3. Het jankende kind. Dit is Delay. Delay zit lekker op zijn telefoon Streetwise de verkeersgame te spelen. Dat is een app van ANWB. Precies als onze proefkonijnen gaan zitten in de wachtkamer, is de batterij van zijn telefoon leeg. Delay raakt in paniek, want zijn moeder zou hem gaan bellen. We geven onze proefkonijnen 4 minuten om te hulp te schieten. Steunen ze dit zielige kind of negeren ze hem volledig? En terwijl onze proefkonijnen hier bedenken of ze gaan helpen of niet, ga ik jullie wat meer vertellen over de game die Delay steeds aan het spelen is. Namelijk ANWB Streetwise, de verkeersgame. In de game spijkeren kinderen op een leuke manier hun verkeerskennis bij. Ik heb Delay zelfs gevraagd of hij het echt wel leuk vond, toch, Delay? Ja, klopt. Ja, dat dacht ik al. En dan hoor ik je denken, hè, maar hoezo is dat dan belangrijk? Nou ja, kinderen zijn kwetsbaar. En deze app helpt hun kennis en inzichten vergroten, waardoor ze veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Dat is belangrijk, snap jij toch ook wel? Dus download nu gratis Streetwise de verkeersgame. DM me op Instagram dat je de app hebt gedownload en ik volg 5 van jullie terug. Oké, we gaan door. Kom. Kijk er al zo van. What is with this child? Kom op. Hij is gewoon weggelopen. Nee, mijn telefoon is net uitgegaan en ik moet mijn moeder nog bellen. Nee, ik weet niet meer nog even. We zijn inmiddels 2 minuten onderweg. Ja, ik mag van mijn vader en van mijn moeder mag ik niet bij andere mensen dat dingen in de auto leggen. Dat snap ik heel goed. Is er iets gebeurd? Ja, ik moest mijn moeder nog bellen en mijn telefoon is opeens leeg. Oh shit. Ja, die weet het ook niet. Nee. Ja, nu wordt het wel, het begint nu wel redelijk sneu te worden. Hey, goedemiddag. Hey, heb je nou eigenlijk een waarde zo? Ja, werk ik zo. Met telefoons liggen en ik moet mijn moeder nog bellen. Zou je mijn telefoon weer? Nee, maar ik weet ze helemaal niet uit haar hoofd. Ja, top. Ja, fantastisch gedaan. Maar je moeder weet wel dat je hier bent. Ik denk dat hij het gaat fixen. Ik denk dat hij het gaat doen. Kom maar, surfer dude. Maar, kunnen we niet al voor de voetbalbladen gaan fixen dan? Ja, is jij nog opgehaald dan? Ja, ik word zo meteen opgehaald. Dus ja, we kunnen daar wachten, helemaal goed. Zij heeft haar telefoon is leeg. Ja, dit heeft het. Ja, maar mijn telefoon is leeg. Ja. En ik weet haar nummer niet uit mijn hoofd. Ah, oké. Ja. Hij staat doen. Hallo. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Goed is je wel. Ja. Och, wat jammer. Maar na ruim 4 minuten had Silke helaas geen aandacht voor onze zielige knaap. Zag ik niet eens. Nee, ze bleef gewoon stilzitten totdat zij eraan kwam. Liep ze weg in de lift. Ik dacht echt. Is goed. De andere twee hebben een oplader voor Delay geregeld en zijn dus door naar ronde 4. Het verkeersongeluk. Dit is Joffrey. En Joffrey zit te fietsen met zijn telefoon in zijn hand. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want weet je wat er kan gebeuren? Nou, dit. Joffrey is professioneel stuntman, dus geen zorgen. Maar wie zich wel zorgen zou moeten maken is Arman, die hier staat te wachten voor de slagboom. Gaat hij helpen of niet? Hi.
Oh, nee, ik ben oké. Okay. Ik ga gewoon naar huis. Ja? Nee, dankjewel, ja. En terwijl Joffrey rustig doorfietst, parkeert Armand zijn auto voor de laatste afspraak. Dit is dé afspraak waar hij te horen krijgt of hij mee mag doen aan het tv-programma waar hij al die keren voor langs moest komen. Je weet wel, dat programma wat helemaal niet bestaat. Ja, sorry. Er heeft iemand vol op zijn mouw hier bij het slagboom. Oh? Gast. Ja, ik kwam aanfietsen, ik zag hem ook wel aankomen. Nee, zie ik hem zo'n slinger naar buiten kan maken. Goed, ze zitten. Het is tijd voor de grote finale. Maar misschien wel leuk om de reactie nog even op beeld. Van, ja, ik ben door. We hebben goed nieuws. Wil je dat weten? Heel graag, ja. Je bent uitgekozen voor het programma. Super vet. Ja, je bent erbij. Oh, hij denkt echt dat hij meedoet. Ja, dat is echt, hij is echt f***ing bijgaan. En ik dacht, ja, we moeten jou er echt bij. 5 minuten, je mag gaan hangen, Edward. Hoor, ik ga nu over de rand. Jongens, het is tijd voor de finale. We zijn allebei ready om mee te doen aan het programma wat niet bestaat. Ja, ik ben dus storen gekregen dat ik mee mag doen. Maar wat ze nu gaan meemaken, daar gaan ze helemaal van schrikken, jongen. Ik heb daar echt gewoon echt super veel zin in. 1 minuut. En hoe spannend dit ook voelt, moet ik nog even iets zeggen. Doe dit thuis niet na. Deze mannen zijn professionele stuntmannen. Alles is 100 keer gecheckt en gezekerd. We hebben dit wekenlang tot in de puntjes uitgewerkt en voorbereid. Dus nogmaals, don't try this at home. Dit gaat er gebeuren. Over een paar seconden zakt onze stuntman in 1 harde klap naar beneden. Recht voor het kantoor waar het gesprek wordt gevoerd. Hij doet alsof hij een glazenwasser is die in de knoop zit met zijn touw. Na een paar seconden zakt hij nog een verdieping naar beneden. Onze beide finalisten moeten 1 verdieping naar beneden rennen om onze wanhopige glazenwasser via het raam naar binnen te halen. Degene die dit het snelste doet, wint 1000 euro. Spannend! Oké, dan gaan we in 3, 2, 1, go! Wow! Wow. Wat? Naar beneden! Door het raam? Hij valt. Weet het niet. Gaan we naar beneden? Jezus. Stop. Ja? Jezus, hou die los! Mag ik een groot applaus voor Armand! Hey! Nou, Marcy, doe mijn keel, man. Wat dacht je? Oh ja, nou ja, aan de ene kant dacht ik, nee, dat kan niet waar zijn. Ja. Maar aan de andere kant, ja, ik moet toch helpen. Ja, je denkt niet wat de f*** er gaande. Ja. Ja, net ook, ja, maar er gebeurt echt van alles als ik in de buurt van de studio ben. We zijn een programma aan het maken waarin we kijken of mensen elkaar nog een beetje helpen. En jij hebt het tot de finale geschopt. Kijk eens aan. Er zijn 2 mensen die in de finale zijn, jij en nog iemand anders. Mm-hmm. En degene die het snelst onze arme stuntman naar binnen heeft geholpen, die wint 1000 euro. Kijk eens aan. Ja. Dus dat is hoe het zit. En al snel daarna arriveerde onze 2e finalist, Jesse. Ook hij moet even wachten voor de slagboom. En ja, we weten natuurlijk allemaal wat er dan gaat gebeuren. Nou ja, dat dus. Ja, als stuntman Joffrey nou iets vaker de Streetwise verkeersgame had gespeeld, was dat niet gebeurd. Wat ik eerder deze video al zei, download de app gratis. Stuur mij een screenshot dat je hem hebt gedownload via Instagram DM en ik volg 5 van jullie terug. Ben je oké? Ja. Zoals verwacht. Jesse heeft uiteraard geholpen. Nu gaat het gebeuren. Als Jesse de stuntman sneller naar binnen heeft gehaald dan Surfer Dude, wint hij de 1000 euro. Als hij langzamer is, wint Surfer Dude Armand. Daar gaan we. Yes! Ja, in 3, 2, 1, go. Raam open. Hop. Even zitten maar. Applausje voor Jesse! Wat de f***. Hey. Hallo. Bekend gezicht. Is jou niet iets opgevallen? Ik vond het net raar dat er iemand keihard... dat die op zijn bek ging, dat vond ik net heel raar. Ik heb goed nieuws. Oké. Jij hebt de finale gehaald van een legendarisch experimentje. Maar jij was niet de enige. Oké. Okay. Er was nog een andere kandidaat. Oké. Okay. En die heeft vanochtend ook precies hetzelfde meegemaakt. En we gaan nu kijken wie het snelste was. Heren, jullie zijn bekomen van de schrik. Ja, inmiddels wel. Dat kun je wel zeggen, ja. Ik sta hier met de 2 finalisten. Die nog niet wisten dat ze finalist waren een uur geleden. Nee. Laat ik bij jou beginnen. Jij was als eerste, jij was heel snel.
Jij had ongeveer een tijd van 1,5 minuut. Jij was ook snel. Jij had een tijd van 57 seconden. Oké, dat is gefeliciteerd met je 1000 euro. Doe er wat leuks mee. En jij natuurlijk ook. Fantastisch gedaan. Hadden jullie zo gereageerd als er geen camera's en alles bij waren geweest? Denk ik. 100%. 100%. Ja. Gewoon comment sense. Zou je weten hoe het anders moet er even.